Welkom bij seizoen 3 van mijn Inspiratie Huisvesting serie. Afgelopen 2 jaar zijn we al langs heel veel inspirerende plekjes geweest. Maar er zijn er nog steeds veel meer die net zo interessant zijn en allemaal uniek op hun eigen manier. Pensionstal, privé, manege of met een ander bijzonder verhaal. Allemaal streven ze het beste welzijn na en in de komende 5 afleveringen ga ik je daarin meenemen. Veel kijkplezier! Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de omheiningen van Givaldo. Voor de eerste aflevering zijn we naar België gegaan. Ja, we hebben naar jullie geluisterd of we ook eens een locatie in ons buurland mee konden pakken. We zijn vandaag in Deinze, waar Julie Verstraeten onze rondleiding geeft over haar prachtige terrein en waar we mee mogen kijken met wat lessen. Het was vandaag 30 graden, maar ook daar weet zij mee om te gaan. Oftewel, zoals ze zelf zeggen, Pony Connect is dé pionier in Vlaanderen op vlak van training, lessen en huisvesting van de ponies volgens de principes van Natural Horsemanship. Hallo, ik ben Julie Verstraeten. Jullie zijn hier te gast op Pony Connect in Deinze, België. Pony Connect is een bedrijfje dat ik zelf ongeveer 10 jaar geleden opgestart heb. We hebben hier trouwens Uffy bij ons, dat is onze laatste nieuwe aanwinst. Uffy is een maandje oud, dus we hebben hier veel paarden en ponies lopen. Ik zelf ben Pirelli-instructeur sinds 10 jaar en we zijn geleidelijk aangegroeid van bij een aantal paardjes, een stuk of 3, 4, tot ondertussen een 20-25-tal. En wij geven hier lesjes en kampen, allerlei opleidingen aan kinderen, jongeren en ook volwassenen sinds vorig jaar. Daarnaast hebben we een aantal pensionpaarden staan. En wij trachten onze paarden helemaal in filosofie met Pirelli Natural Horsemanship ook zo natuurlijk mogelijk te houden. Dus dat zullen jullie zien op de rondleiding, dat onze paarden hier in kudde lopen. We hebben een paddock paradise van ongeveer 5 hectare groot. En de paarden lopen in kuddeverband, helemaal samen. De lesponies en mijn ponies lopen samen en dan de pensionpaarden en ponies lopen samen. De kleine Pruts loopt sinds vorige week ook bij de kudde samen. Ja, ik merk echt dat de huisvesting zeg maar helemaal aansluit bij het Pirelli gebeuren. De lessen ondersteunen eigenlijk volledig de huisvesting en omgekeerd. Dus op die manier werkt dat eigenlijk heel goed en ja, is het plaatje rond zeg maar. Nou, ik ben dus vandaag, of wij zijn eigenlijk vandaag, te gast bij Julie. In ieder geval bedankt voor je mooie intro. We staan hier in de wei met een leuk veulentje erbij. Want jij hebt ze dus op de track staan, maar ze komen ook gewoon op de wei. En is het alleen zomers, winters? Ja, in de zomer gaan ze op de wei. In de winter sluiten we de tracks een groot deel af. Zodanig dat ze enkel de loopstallen hebben en dan ook nog een deeltje wel uitloopt. Dus ze zitten hier eigenlijk nooit permanent op stal. Mm-hmm. Maar in de winter is het wel te nat om op alle tracks toegankelijk te laten. En zeker de wei, dus die zijn helemaal afgesloten in de winter. Ja, precies. En dan overdag mogen ze op de wei. En 's nachts weer op de track? Hier zitten ze permanent op de weide en we werken met strookbegrazing. Dus we verzetten elke ochtend en elke avond een stukje. Maar die staan gewoon de hele tijd open, de weides. Ja. Oké, duidelijk. Vanuit de wei lopen we weer richting de stal. Maar eerst stoppen we bij een bijzondere doorgang en leren we hoe ze alle paarden afzonderlijk toch hun krachtvoer geeft. Om op deze wei te komen, heb je hier dus echt een heel leuk bruggetje gemaakt. Ja, inderdaad. Lopen de paarden daar gewoon overheen? Moesten ze even wennen? Die moesten wel even wennen. We hebben die brug vorig jaar gemaakt. We hadden voorheen een doorgang langs een andere kant, maar dat is nu afgesloten. Dus we moesten een nieuwe brug maken. Dus ik had gelukkig een paar heel fijne mensen hier rondlopen die wouden helpen om de brug te maken. Dus dat vonden ze wel een beetje eng in het begin. Dat was ook allemaal losse aarde. En ja, precies. We hebben dat ook echt wel geleerd dan, met het halster eerst erover gelaten. Maar nu gaat dat als vanzelf. Ja. Leuk. Het ziet er echt heel idyllisch uit. Ja, dat is waar. Met de boom en de bloemetjes. En dan heb je hier, want ik heb dus al natuurlijk bij jou op je Instagram en op je website gezien, dat jij dus van die kleine paddokjes hebt, zowel hier als daar. Ja, inderdaad. Om de paarden apart eten te kunnen geven? Ja, inderdaad. Onze paarden worden allemaal individueel 2 maal per dag in een feedpen gezet, waar ze hun kracht voor krijgen. Dus we zetten eerst de emmers erin en dan laten we de paarden er 1 per 1 in. Ze hebben allemaal een vaste plaats, dus dat kennen ze allemaal. Ze staan allemaal daar voor een plekje, inderdaad. Dat is super handig. En dan gaan ze er gewoon in en ze krijgen dus elk hun individuele voorbehoefte. Ja. Want dat is wel moeilijk in een kudde. Vroeger hadden we dat niet en dan hebben we nog koeken gegeven en zo. Maar dat was toch moeilijk als er dan paarden bepaalde supplementen moesten krijgen. We hebben ook nog met voederzakken gewerkt, maar dan werden ze alsnog nog steeds weggejaagd door de andere paarden. Dus daarom dit systeem. Het was even een investering en een werkje om alles op te zetten. Ja, zeker. Hier plannen we ook nog wel om
zandpanelen te leggen op de grond eigenlijk. Okay. De winter is toch nog een beetje drassig. Mm-hmm. Maar op zich werkt het systeem super. De paarden hebben ook even rust. Ze staan ook allemaal, ze liggen ook dikwijls te slapen. Oh, echt? Als ze erin staan. Dus ja. After dinner dip. Inderdaad. Ja, zeker omdat in de kudde is toch altijd een beetje stress. En ze moeten altijd toch een beetje opletten waar ze lopen. Ja. En dat zijn echt wel twee rustmomentjes per dag. Dus ja, heel fijn systeem zo. Als we via de kruipdoor-sluipdoor manieren de oprit oversteken, komen we nog op een plekje waar de kleinste van stal staan. Oké. Oeh, het gaat allemaal net. Zijn wij de Shetlanders? Niet. Ja. Hier blijven. Ja, ze denken, hallo, het is lekker warm buiten, dus we gaan wel naar binnen toe. Oeh, wat je miste, schatje. Wat een oudje al dit. Ja, inderdaad. Bonnie staat hier het langst van iedereen. Bonnie is... Ze willen naar binnen toe. Bonnie is ondertussen 22 jaar. En dat is een beetje onze mascotte geworden van Pony Connect eigenlijk. Die staat hier al het langst van iedereen. Want hier binnen is denk ik gewoon lekker... Ja, het is hier... Je merkt het wel echt qua temperatuur. Ja, het is hier echt heel lekker koel. Cool. Oh, het is hier wel heel donker, dus qua filmen zie je niet zoveel, denk ik. Ik weet het niet of het gaat lukken. We hebben hier nog een leuke wel staan en een hele drachtige inderdaad. Ja. Hey. Een klein Shetland ponytje. Je vertelde net al dat je, mag ik je manege lessen geven? Mag ik het zo noemen? Zoiets. Horsemanship lessen. Maar ook paarden in training. Ja. Zoals deze hier. Inderdaad. Deze is Bavor. Is zangersheide paardje van een goede vriend van mij die hier staat om zadelmak te worden. Okay. Is 3 jaar. Momenteel, ik heb eigenlijk Bavor gekend vanaf dag 1. Zijn we ermee gaan knuffelen en heb ik eigenlijk... Ik denk de eerste 2 maanden elke dag een kwartiertje met hem geoefend. Toen dus stond hij gewoon bij zijn eigenaar. Dus we hebben op zich al wel een band opgebouwd. Dat is een ideale opleiding zeg maar, voor een vullen. Yeah. Dat je niet wacht tot 3 jaar om er ineens alles mee te doen. Nee, precies. Maar nu is het net 3 geworden. Dus de big moment. Hè. Dus, ja. Oh, en hij heeft gewoon lekker zijn eigen plek hier. Heerlijk onder de schaduw. Ja, inderdaad. Ja. Hij heeft schaduw. We geven hem water. Dus meestal kiezen we ervoor om een paard op training in de kudde te zetten. Maar de eigenaar had dat liever niet. Omwille van kans op blessures en zo. Mm-hmm. Dus daarom hebben we hem hier eenvoudig individueel gehuisvest. Zeg maar. Ja. Hij ziet de rest ook en hij staat waarschijnlijk maar tijdelijk hier. Daarom, toch? Inderdaad. Ja, hij staat hier een 2-tal maanden. Dus, mooi plekje. Ook gewoon lekker heel dag buiten. Ja, inderdaad. Heerlijk. Absoluut. Dat wel. Hij heeft schaduw en beschutting ook tegen de regen onder de bomen. Dus, ja, perfect. Ja, op die manier staat hij toch best goed. Zoals ik zei in de intro, geven we hier lessen. Heb ik ook een aantal trainingspaarden dus. Lessenopleidingen, kampen. En daarnaast zijn we ons ook meer en meer aan het toeleggen op de fokkerij eigenlijk. Dus we hebben hier een klein hengstje lopen. Een Shetlander hengst waarmee we al een aantal merries gedekt hebben. Dit jaar verwachten we nog 2 kleine Shetlander ponietjes. En je wil echt op de Shetland fokkerij gaan? In eerste instantie vooral wel. Maar we zijn eigenlijk ook bezig met onze grote merries. Maar daar heb ik zelf geen hengst van. Dan kijken we meer met externe hengsten. Maar die hebben we ook, zijn we ook aan het laten dekken. Dus we hebben er een aantal. Eén die al zwanger is voor volgend jaar ook. En we zijn er nog met een aantal bezig. Heel leuk. Al die veuletjes. We komen precies op het goede moment met veuletjes. Inderdaad. Ja, absoluut. Hey, we zijn net over de oprijlaag gekomen. Ja. Daar is het huis. Inderdaad. We hebben een prachtige boom met leuke schommels hier absoluut. Zo. Dus dit is al fantastisch binnenkomen, toch? Ja. Echt zo'n heel, ook weer zo'n idyllisch plekje. We doen ons best, ja. Wat boomgaarden en daar moestuintje. Ja. En die rozenstruik daar. Echt. Wel, naast paardenhouden ben ik oorspronkelijk tuinarchitect van opleiding. Dus dat verklaart het. Dat is mijn tweede passie. Dan kan je hier helemaal losgaan volgens mij. Inderdaad. En mijn ouders hebben ook wel altijd, zij hebben het hier eigenlijk opgebouwd. En zij hebben ook wel heel veel al moois gemaakt, zeg maar. Ben jij dan ook hier opgegroeid? Of? Ik ben hier opgegroeid ook, ja. Dus dat is heel mooi omdat je als kind hier rondliep dan nu je bedrijf hier neer te zetten. Ja, want mijn vader had altijd koeien. En ik heb op mijn 7 jaar het zotte idee gehad van graag een pony te willen. En, heeft een tijdje geduurd tot ik een ganse dag naar een pony heb zitten kijken op een plaatje. En dat mijn ouders toch gezwicht zijn en gezegd hebben, oké, je krijgt een pony. En vandaar is het helemaal losgegaan. Ja, en nu hebben we 25 paarden hier staan. Inderdaad. En hoeveel zijn er dan van jou en hoeveel in pension? Ik heb er zelf een goede 15 à 18. Het zal zoiets zijn. Ja, het wist het soms een beetje. En dan een 10-tal in pension. Ja, oké. Okay. Dus, lekker druk. Ja, inderdaad. We weten wat gedaan. Anders zou het maar saai zijn. Hè. Hier een hele mooie schuilstal. Inloopstal, hoe noemen jullie het?
In loopstal, ja. Loopstal eigenlijk. Loopstal, ja. Ja, en de pension en de manegepaarden, of manege, mag ik het zo noemen? Ja, de lespaarden. Lespaarden. Ja. Staan die apart of ook samen? Die staan apart, okay. Ja, ja. Dus we hebben een kudde met de chatjes en de kleine ponies. Dan hebben we een kudde met de pensionpaarden en we hebben een kudde met de lespaarden, zeg maar. Dus eigenlijk drie kuddes. Vroeger hadden we ook nog merries en ruinen apart. Die hebben we ineens toch aangedurfd om ze samen te laten op het moment dat ze veel plaats hadden. En eigenlijk loopt dat best heel goed. Oh, wat fijn. Ja. Ja. Wat fijn dus, ook. Hier zitten we in de stal van de pensionpaarden. Mm-hmm. Hier is het water dan ook. Ja, ik had gezien inderdaad. Dat daarachter ook al... Is er een reden waarom je het water overal binnen hebt? Eigenlijk een beetje historisch zo, okay. Voor het gemak eigenlijk. Ja, voor alle aansluitingen en zo is eigenlijk wel het handigste, alles bijeen. Ja. Het zijn ook verwarmde drinkbakjes, ook voor de vorst en zo natuurlijk in de winter. Het vriest niet vaak meer, maar af en toe hebben we het toch nog wel eens nodig. Dus hier is gewoon stopcontact insteken en dan moeten we geen emmertjes sleuren en zo. Dat is wel handig. En merk je nog aan de paarden dat deze ruimte genoeg is? Of gaan ze, je ziet het toch in een kudde dat ze soms elkaar toch in een hoekje drijven? Ja, of? Inderdaad. Ja, op zich loopt dat hier eigenlijk heel goed. Ze hebben, in de winter staan ze natuurlijk ietsje beperkter. Maar ze hebben hier bij deze stal staan ze met 6 paarden. En ze hebben 5 voederplekken. Mm-hmm. Dus met hooinetten. En eigenlijk loopt dat hier heel vlot. Oh, ze verdelen zich mooi. En, ze komen ook best wel overeen. Dus, En ik vind dit dus... Toen we hier aankwamen, echt het mooiste plekje. Ik maar dat kan ook het. Niet anders. Ja, nee, dat snap ik. Inderdaad. Die vijver. Ja, absoluut. Echt niet normaal. Inderdaad, mooi. Ja. Die vijver zou naar het schijnt nog een krater zijn van een bom van de Tweede Wereldoorlog. Oh, echt? Blijkbaar. Ja, heb ik mij laten vertellen. We hebben hem zelf nog een beetje uitgegraven terug een paar jaar geleden. En, in de zomer kunnen we weer lekker zwemmen met de paarden en zo. Heerlijk. En zelf zwemmen. Dus, ja. Ik hoop echt dat er nog een paard komt die het even demonstreert. En anders moeten we er zo even eentje gaan lokken. Anders kan ik er eentje halen. Hoor, maar dan gaan jullie ook echt erin zwemmen daar zo? Ja, overgezwommen hebben we nog nooit gedaan. Maar wij zelf wel, maar nog niet met de paarden. Oké, dus het is wel diep. Ja, het is 3-4 meter diep in het midden. Dus, het is heel diep, ja. En dan heb je hier dus een track naar de weides en dan staan daar de pensionpaarden. Inderdaad, daar staan de pensionpaarden. Okay, lopen we daar even heen. Het is tijd voor het reclameblokje van Chivaldo. Jongens, we zijn vandaag weer echt op een niet normaal mooie plek. Bij jou lekker aan huis. Vertel, waar zijn we nu en wie heeft natuurlijk het mooie hekwerk neergezet? Nou, dat hekwerk heeft Chivaldo gedaan. Ik had hier een hekwerk en ik zag er een naam op staan. Diegene heb ik gebeld en die zei, wij zijn gestopt, maar je moet voor echt goede hekken bij Chivaldo zijn. Dus die heb ik gebeld en die hebben dit voor ons gerealiseerd. Helemaal... Precies zoals ik wilde. Ja. We hadden paarden, 2 paarden in een pensionstal staan. En ik had altijd het gevoel van, oh wat erg, 24 uur per dag op zo'n stal. Ik wilde graag meer vrijheid. En toen kregen we de kans om te verhuizen naar deze plek. En daar was een weide, 2 grote weides. En ik denk, nou daar moeten we gewoon eerst een trek van maken. En dat hebben we gedaan met behulp. Van Chivaldo en Groeneveld, hè? Degene die het grondwerk heeft precies, gedaan. Ja. Heb je dit echt zelf bedacht? Helemaal zelf bedacht, maar het was natuurlijk heel makkelijk. Want de natuur hier laat eigenlijk al de hele de gang zien. Precies. Als je inderdaad gewoon mooi een weiland wil hebben, dan precies mooi... Zo eromheen en het bosje hier in het midden en dan de stal zo naar achter. Want ik zag ook bij een van de paarden heb jij nu een trekker om. Ja. Je vertelde al 12 kilometer op een dag lopen ze. Ja, en gisteren heb ik ze voor het eerst omgedaan. En toen was het 12 kilometer en zo net hadden ze al 7 kilometer gelopen. En het is, dat was om 2 uur. Ja, dus ze hadden al 7 kilometer erop zitten. Ja. Hey, en waarom heb jij voor dit hekwerk gekozen? Of waarom heeft Chivaldo voor dit hekwerk gekozen? Nou, ik wilde graag een stevig hek aan de buitenkant. Mm-hmm. Want we hebben een hengst die pas geruimd is. En die had nogal de neiging om naar de merries toe te lopen. En aan de overkant staan merries. Dus ik wilde een stevig hek eromheen. En dan een wat lichter hek in het midden. Ook op advies van Chivaldo. Ja. Zodat je niet alleen maar hout ziet. Nee. En dit is van dat nieuwe materiaal. Ja, dat weet u nu even niet meer. Maar dat vertel jij nog wel een keer. Dit is echt goed materiaal wat zorgt dat het heel lang in goede staat blijft. Ja, dat heb ik thuis ook staan. Ja. Volgens mij precies hetzelfde inderdaad. Ja, ja, prachtig. Je hebt ook overal doorgangetjes, overal over nagedacht. Ja. Shortcuts. Ja, zodat ik vanuit huis kan ik alles zien. En als ik mest weg wil halen, kan ik via allerlei wegen... met de kruiwagen naartoe, zodat ik minimaal of maximaal 20 meter hoef te lopen. Je moet jezelf wel makkelijk maken natuurlijk. Ja, precies. Hey, aan te raden, deze manier?
Ja, eigenlijk zou iedereen met een weitje gewoon een tractor omheen moeten maken. Maar er zijn mensen in de omgeving waarvan ik denk, die weten alles van paarden. Die wisten niet eens dat het mogelijk was. Ja. Het is een eye-opener, daarom is het ook heel belangrijk dat jij dit flink de wereld inbrengt. Ja. Want er zijn nog zat paardeneigenaren die zich niet realiseren dat met heel veel gemak je een environment kan maken voor paarden waar ze zich veel lekkerder in voelen. En waar ze ook 's winters dan ook gewoon lekker... Ook buiten kunnen lopen. Ja. Maar ik merk echt dat ze echt gelukkig zijn. Ja? Ja, zijn echt heel relaxte paarden. Fijn, ja. Goed om te horen. Ja. En die pensionklanten, wat voor klanten zijn dat eigenlijk? Hele fijne mensen natuurlijk. Dat is wat je zegt. Wij zijn echt bewust op zoek gegaan naar pensionklanten die ook echt wel openstaan voor de Parelli-filosofie, die op die manier met een paard al bezig waren, of die er toch op zijn minst voor openstaan om daar les in te volgen. Ze volgen ook allemaal les bij mij. Ja, want we zagen net ook een pensionklant nog bezig in de roundpen. Inderdaad, in de roundpen. Ja, dat klopt. Dus op die manier zijn we toch allemaal, zeg maar, samenhorend en we kunnen ook elkaar helpen en pensionklanten onderling helpen elkaar ook. Er zijn tamelijk wat volwassenen vooral die een eigen paard hebben, die ook samen eens gaan buitenrijden. En... Oh, leuk. Dus ja, het is echt wel een hele leuke groep op die manier. De mensen kennen elkaar en het leeft hier echt wel. Ja. Dus, hey, komen jullie allemaal naar ons toe? Zijn jullie van de wei af? Ja. Hallo. En hoe ben je zelf eigenlijk bij Parelli gekomen? Goeie vraag. Op mijn 14 jaar ben ik toevallig, is dat op mijn pad gekomen eigenlijk. Okay. Via internet. Ik had toen mijn tweede paardje gekocht en we beginnen rondsurfen. En toevallig was er toen een demodag over natural horsemanship in Centraal België ergens, waar ik gaan kijken ben toen met een vriendin van de manege. En er was een demo Parelli en ik vond dat zo magnifiek en ik dacht, wauw, ongelooflijk hoe een paard dat kan eigenlijk. En ik was verkocht, dus toen een hele weg, want toen heb ik nog op eBay een Parelli pakket gekocht. En ik was 14 jaar en dat moest dan overgeschreven worden. Dan moesten we speciaal naar de bank voor een overschrijving naar Amerika te doen. Oh, wat grappig. Dat kun je nu al niet meer voorstellen. Nee, dus, precies. Ja. En geef je er alleen lessen in of ik weet niet of er ook wedstrijden voor zijn of is dat... Parelli wedstrijden, we organiseren wel af en toe Parelli Games, dat wel. Ja. Officiële wedstrijden niet. De ik seven zelf, games, de Seven Games is eigenlijk onze basis. Okay. En dan de Parelli Games zijn eigenlijk echt de Seven Games in wedstrijd voor mij, inderdaad. Ja. Maar goed, echt wel een gemoedelijke wedstrijd. Ik zelf doe wel trekwedstrijden en dat is er wel heel erg aan gelinkt eigenlijk. Dus bij trek ga je ook echt wel de relatie en de connectie met die paard gaan testen. Met obstakels en ook buitenrijden. Dus ja, echt leuk. Ik heb ook ooit een keer meegedaan. Ah, super leuk. Ja, voilà. En heel veel van onze klanten rijden ook trekwedstrijden. Of gaan dat is gewoon goed te doen in de omgeving hier. Inderdaad. We organiseren hier zelf ook elk jaar een trekwedstrijd. Kijk. Ja, handig. Inderdaad, absoluut. We hebben ook een parcoursje, een obstakelparcoursje. We hebben boomstammen en vijvertjes en zo. Ja. Bergjes waar we kunnen trainen. Dus kijk, op die manier. Heel leuk. Ja, gaat dat met ons. Je bent wel je hebt van de show stelen. Hè? Zo lekker zacht is die. Die staat hier nog maar van vorige week. Ik ben de laatste aangekomen. Okay. Ja. Maar hij gaat al heel goed in de kudde eigenlijk. Ja. Zeker. Ja. Gaan we over van het pensionpaardengedeelte. Zij krijgen hier dan te eten, ja, hè? Ja, inderdaad. Ze krijgen in deze feedpens een krachtvoer 2 maal per dag. Oké, en dan staan we nu op de track. Oh nee, dit is niet eens de track. Dit is, dit is nog geen track. Dit is een tussenstukje. Hier kunnen geen paarden. Omdat het handig is om de paarden een krachtvoer te geven op een plek waar geen paarden lopen natuurlijk. Dus van deze kant kunnen we ze krachtvoer geven. Ja, dus dan is dit feedpens van de pensionpaarden en dat de feedpens van de... Een deel van de lespaarden, inderdaad. Precies. Ja. Okay. Ja. En dan hier de roundpen. Ja, inderdaad. Geen longeercirkel. Hey, ben je er weer? Deze gebruiken we voor de trainingspaarden of om in Liberty grondwerk te doen, zeg maar. Het is echt jouw schaduw, hè? Ja, echt, inderdaad. Flossie is 10 jaar ondertussen en die loopt overal mee. Dus, heel leuk. Overal. Ja, ja. En als jij dus zo'n paard gaat zadelbak maken, doe je dat in zo'n roundpen of doe je dat juist in de bak? Ik werk vooral in de piste eigenlijk. Maar af en toe kan het wel eens nuttig zijn om ze bijvoorbeeld te leren om door te galopperen. Als ze moeite hebben met hun gangen, dan gebruiken we de roundpen wel eens. Maar ik heb eigenlijk vaker liever wat meer ruimte, zeg maar. Dus eerder in de pistes. Ja. Maar ik ben wel blij dat ik hem heb voor als het nodig is. Zeker. Elk paard is anders. Dus, altijd handig om te hebben, zoiets. Inderdaad.
Er worden hier zowel lesdagen, cursussen als opleidingen gegeven, onderverdeeld in leeftijdscategorieën en dus voor iedereen. Hallo. Wat leuk dit. Schattig. Maar je hebt dus ook instructrices die helpen. Ja, Jij hoeft niet de les als enige te geven. Mia is eigenlijk opgeleid tot lager onderwijs. En ze is al heel lang studenten bij mij ook. Ze heeft ook haar level 4. Mm. En ze helpt ook wel mee onder mijn begeleiding wel altijd. Mm. En overleggen wel samen. Maar ze helpt ook wel mee bij de hele kleintjes. Ja. En wat merk je nou dat je met kinderen dit doet? Want ik denk dat kinderen die krijgen normaal les op een normale manege. En ja. Persoonlijk vind ik dat daar nooit, niet altijd in ieder geval, fijn met paarden wordt omgegaan. Nee, en hier zo zijn ze bidloos, ze werken in vrijheid. Ze mogen ook, want we zagen net ook een lesje en er was één iemand aan het logeren en de andere waren gewoon lekker aan het vlechten en zo. Weet je wel, heel speels allemaal. Ja, ja. We proberen vooral heel veel aan het vertrouwen te werken in het begin van de kinderen. En dan inderdaad een beetje de basisbegrippen wel mee te geven. Van ja, oké, waarom is een paard is een prooidier, hè? Die denkt zo en zo, hij leert zo en zo. Ja. En dat is heel fijn om te zien op latere leeftijd, eens ze dan 10, 12 jaar zijn, dat ze dan echt soms de klassieke ruiters bezig zijn en dat ze zoiets hebben van, dat klopt niet, die slaat op dat paard of die trekt aan dat paard, terwijl dat paard aan het proberen was. En dus we leren ze echt wel het paard lezen en meedenken met het paard en dat is heel fijn. Ja, en dat is wel waarom ik jouw locatie ook heb uitgekozen, want wij zoeken, als we een locatie uitzoeken, net dat extra's. En ik denk ook altijd, volgens mij hebben we er zoveel meer aan als kinderen eerst een stuk theorie krijgen inderdaad. Ja. Maar ook van grondwerk, voordat ze erop gaan. Absoluut. En dan heb je ook dat stuk lichaamstaal er nog bij. Ja. Iedereen komt erbij staan. De ponies zijn super tam ondertussen natuurlijk. Het vraagt wel sowieso wat extra training van onze ponies natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus door de week geef ik alle lessen aan alle jongeren en aan alle kinderen, ook aan de volwassenen. En ik zeg ook wel eens, terwijl ik les aan het geven ben ik eigenlijk ook mijn ponies aan het trainen natuurlijk. En de kinderen helpen wel mee ook. Ja, en merk je nog iets aan de ponies zelf dan ook? Zijn ze om die reden misschien gelukkiger? Of? Ik heb wel dat idee, ook door het feit dat ze samen in de kudde lopen. Hè. Het is natuurlijk met de bedoeling dat ze niet in de piste gaan beginnen slaan naar elkaar of zo. Dus de ponies zijn gewend van samen in kudde te lopen. Dus ze doen dat zowel in de lessen als in de kudde. Ja. En ik merk wel, doordat we allemaal ook volgens de Parelli-methode werken, we hebben allemaal dezelfde taal, allemaal onze 7 spelletjes als basis, is dat wel heel duidelijk en fijn voor de ponies. En wat voor reacties krijg je dan van ouders bijvoorbeeld? Want die moeten natuurlijk kiezen waar ze hun kind op les sturen. Ja, want de mensen die naar hier komen, die kiezen echt heel bewust voor ons. Hè. We hebben een hele duidelijke, fijne website waar alles mooi op staat. En waarop staat waarom we doen wat we doen. Hè. We leggen ook alles uit. Communicatie is minstens even belangrijk als het omgaat met de paarden zelf. Dus we hebben wel onze redenen waarom we doen wat we doen. En dat ontbreekt soms een beetje in gewone manages. Hè. Mensen doen alles omdat ze het altijd zo geleerd hebben. Maar daarom is dat niet altijd wat het paard wilt. Dus hier proberen we inderdaad. Ja, mensen kiezen heel bewust om ook die basis, zoals dat je zegt, te beginnen op de grond en ze bouwen op naar het rijden. En we hebben bijvoorbeeld ook kindjes die wat schrik hebben van ponies, of soms ook de ouders die wat schrik hebben van ponies. Hè. Die dan zeggen van we werken liever eerst wat rustig aan en het vertrouwen en van daaruit. Hè. Dus elke les omvat hier ook grondwerk sowieso. De ene les gaan we iets meer rijden, de andere les alleen maar grondwerk. En ook zonder zadel, met bareback pet. Absoluut, met zadel, ze moeten het allemaal kunnen. We rijden hier ook even goed met bit en uiteindelijk zelfs met sporen en zo. Dat gebruiken we ook, maar dan wel echt op de juiste manier, nadat ze dit allemaal overlopen hebben, dat ze in zijn level 3, level 4 zitten, dat ze een goede timing hebben, een goede feel in hun handen en in hun benen, dan pas zijn ze er voor mij klaar voor om echt met zo'n hulpmiddel te gaan rijden, zeg maar. En niet eerder dan dat. Ja. Soms zie ik echt kinderen met sporen rondrijden, dat ik echt denk, waarom draag jij sporen? Mm-hmm. Inderdaad. Daar is hij weer. Zij weer. Tuffie. Beetje een veulenvachtje, hè? Schattig. Oeh, moeder, mama wel beschermend. De weg, ja, absoluut. Zeker. Ze doet haar werk. Dit is echt zo fijn, want een veulen op laten groeien in zo'n kudde. Ja, dat gaat ideaal, qua communicatie zo goed. Ja, ze krijgen ineens alle lichaamstaal mee. Ja. Ze krijgen alle signalen mee die ze moeten leren. En heerlijk. Ja, ook als je een opvolg gaan beginnen hier zo. Je weet. Ideeën genoeg. Ja, dat is zo. Ja, absoluut. Hoe gaan we lopen? Misschien moeten we langs daar lopen. Ja? Ja, dat is het fijnste misschien. Gaan we die kant op. Achterop het terrein lagen nog hele grote weilanden, waar omheen dan ook weer de trek loopt.
Een van die weilanden wordt ook gebruikt om te trainen. En zo stond er vandaag een lekker windje, waardoor een van de lessen hier ook gegeven werd. Lekker windje hier zo. Ja, inderdaad. Het deugt. Vanaf achter zie je helemaal niet dat het zo open hier nog is. Ja, ja. Hier hebben we dus eigenlijk de tracks een beetje vergroot, zeg maar. Mm-hmm. Dus soms kunnen we hier ook gewoon oefenen. De pensionklanten kunnen hier oefenen. Met de lessen komen we ook wel eens tot hier. En als we wat meer obstakels willen spelen en zo, dan kunnen de... Ja, want we hebben net allemaal hier. Boomstammen, trekkerbanden, ja, inderdaad. Heuveltje. Bergje. En hier ergens nog een waterbakje, zeg je? Daar is er rond de wilgjes, daar is er nog een klein vijvertje. Ja. Dan lopen we zo even heen. Bij het heuveltje hebben we nog een trap en een afsprong, maar die zitten meer achteraan. Dus, we hebben allerlei natuurlijke hindernissen, zeg maar. Ja. De paarden lopen er gewoon tussen, dus ze leren het al... gewoon precies. Vanzelf, om daar oké mee te zijn met die obstakels. Ja. Dat is normaal altijd wel leuk voor de studenten. Zaak van de wereld dus, inderdaad. Ja, en dan inderdaad. In de wei hebben je alle, daar geef je dan de lessen inderdaad ook. Ja, deze week hebben we in de wei gespeeld, omdat de wei dus nog niet zo lang geleden gemaaid zijn. Dus, dus nu kan het. Ja, inderdaad. Het zal de laatste week zijn, volgende week zal het weer te lang staan. Dan gaat het weer niet meer, maar precies. We profiteren ervan af. Dus. Ja, absoluut. Ja, goeie. Ja. Lopen ze net allemaal weg. Ah, deze komt nog wel. Kom jij even kijken. Dag, Fanny. Heb je last van de vliegjes? Nee, toch ook weg. Nee, oké. Sorry. Met de rest mee. Nou, dan lopen we maar achter jullie aan, want we moeten ook die kant op. Zoals jullie al eerder vertelden, ligt hier achter op het terrein nog een heel obstakelparcours. Heuvels, trappen, een waterbak en hindernissen. Heerlijk als je al die ruimte hebt en de paarden lopen er gewoon tussendoor. Via de trek lopen we weer terug naar voren, waar ik jullie onder het prachtige met rozen begroeide priel nog een paar vragen wil stellen. Hey, we hebben gehoord hoe je hier bent gekomen, maar wat zijn je toekomstplannen? Goede vraag. Sowieso Pony Connect zelf zijn we nog altijd aan het verbeteren en optimaliseren elk jaar. Dit jaar was vooral het doel de accommodatie op punt zetten. We hebben ook een aantal plannen om die accommodatie nog wel een klein beetje uit te breiden en te optimaliseren. Daarnaast ook ons traject voor de studenten zijn we meer en meer aan het komen, want we zijn natuurlijk... Ja, een nieuw concept in de markt. Hè. Dus we moeten het eigenlijk zelf allemaal een beetje uitvinden. Ja. Dus ik ben al 10 jaar bezig met alles elk jaar te zoeken naar beter en beter. En ik heb het idee dat we er nu bijna aan het komen zijn. Ook omdat we nu een aanbod hebben van 3, 4, 5-jarigen tot eigenlijk de volwassenen. Dus dat we dat helemaal op punt krijgen. En dan is het misschien wel meer het idee om ook te gaan kijken naar samenwerkingen met andere manages die... tegenwoordig toch ook wel voor veel uitdagingen komen te staan. Ook met meer groeiende aandacht naar dierenwelzijn. Mm. En eigenlijk ik merk wel dat dit concept wel heel erg in de markt ligt. En ik krijg ook soms vragen van mensen van de andere kant van België of Nederland zelfs. Hè, die interesse hebben in dit soort concept. En die vragen van, is er iets hetzelfde in mijn regio? En nee, jammer genoeg niet. Mm. Maar daar wil ik wel gaan kijken naar samenwerking misschien met andere plekken. Om zo bij te dragen aan hopelijk beter... Inderdaad. Paarden zijn, maar ook inderdaad kinderen met paarden om laten gaan. Ja, kinderen dat de toekomst. Inderdaad, dat is ons grootste doel. Dat is de reden inderdaad dat ik me vooral op kinderen focus. Omdat dat natuurlijk vooral de toekomst is. En mijn grootste doel is inderdaad een betere wereld maken voor kinderen en vooral voor de paarden ook. Ja. Dus dat hopen we op die manier toch wat zaadjes te planten voor later. Ja. Dus, Nou, ik wil je heel erg bedanken voor deze rondleiding. Geen ik vond het geweldig om hier te komen. Echt heel erg leuk. Mochten mensen meer over jou of je bedrijf willen weten, of zelfs lessen willen boeken, waar zouden ze het kunnen doen? Eigenlijk kan je alles terugvinden op de website. Ponyconnect.be staat heel veel op. Je kan daar ook altijd contact met ons opnemen. Je kan ons natuurlijk ook volgen op Facebook, op Instagram. Een beetje op TikTok ook. Hè. Dus, we doen ons best om overal wel aanwezig en bereikbaar te zijn. Ja. Zeg maar. Dus, Nou, top, dankjewel. Geen probleem, jij bedankt. Dat is een fijne kennismaking. Ja, zeker. Aan het einde van deze dag kregen wij nog een privé-showtje. Binnenkort was er namelijk een open dag waar de kinderen mochten laten zien wat zij konden. Hoe leuk is het om als kind zo tussen de ponies op te groeien en te leren? Ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken dat we langs mochten komen voor de eerste aflevering van Inspiratie Huisvesting Serie seizoen 3. En ik zie jullie heel graag volgende week weer bij de tweede aflevering. Tot dan!